Op golfcentrum De Batouwen in Zoelen was er zaterdag 16 mei een speciale golfkliniek voor mensen met een beperking. Stichting BMVG, dat staat voor Batouwen Minder Valide Golf, organiseerde deze dag. Dit is een jaarlijkse wedstrijd die we houden, waarin mensen met een beperking samenspelen met mensen die geen beperking hebben. En als doel om uiteraard geld te verzamelen. En om ook de twee partijen, mensen met een beperking en zonder beperking, samen te brengen en te integreren in de golfsport. BMVG is zo'n anderhalf jaar geleden opgericht vanuit een groep mensen die vaak golven. Dat is eigenlijk gekomen doordat we een paar jaar geleden een paar vrienden hadden die allebei in het tijdsbestek van een jaar een herseninfarct kregen. Dat waren fanatieke golfers en die konden van de een op het andere moment dus niet meer golven. En toen hebben we gezegd, ja, daar moeten we wat voor proberen te doen. En toen zijn we eens gaan praten en gaan nadenken. En uiteindelijk is daar het idee ontsproten om een stichting op te zetten die zich daarmee bezig gaat houden. En die stichting is officieel dus sinds vorig jaar januari van start gegaan. De stichting BMVG blijft actief fondsen werven om zodoende meer mensen met een beperking opnieuw of voor het eerst kennis te laten maken met de golfsport. Want we denken dat er veel meer mensen zijn die met een beperking, maar zich niet hier melden, omdat ze denken van, ja, ik heb maar één been of ik heb een dwarslesie. Ik kan dus niets meer. En dat is dus niet waar. Want wij zeggen ook, een handicap is geen handicap. Je kan altijd golven. En voor die mensen is het een goede zaak. A, de beweging is al goed. B, ze komen uit een sociaal isolement. Willen we ze halen, want ze zijn weer bezig de hele dag. Met mensen in de omgeving praten ze drinken wat. Het is heel belangrijk voor die mensen.